Dan is het tijd voor de sport. Het waren drukke tijden voor de amateurvoetballers dit voorjaar. Want ook afgelopen weekend waren er weer op veel plaatsen heel veel wedstrijden afgelast. En dat betekent dat die wedstrijden natuurlijk ingepland moeten gaan worden, ergens later in het seizoen. En de agenda staat al behoorlijk vol voor die dag. Afgelopen weekend werden er op sommige plaatsen wel gevoetbald, onder andere in Herten. En in die derde klasse B veld vooral op dat de Midden-Limburgse ploegen het dit seizoen zwaar hebben. Ook SAA, die aanvang van het seizoen misschien wel getipt als een van de kanshebbers voor een plekje bovenin de competitie, heeft het zwaar dit seizoen. De ploeg verloor meer dan de helft van de wedstrijden die ze speelden dit seizoen. En ze vervingen ze dus druk in het rechte rijtje. Dan komt Langeberg op bezoek en dat is een ploeg die het wel goed uit. En het zal dus zeker geen gemakkelijke middag worden tegen de nummer 2 in de competitie. Toch gaat SAH brutaal van start. Is aan het aanvallen en voorzien de voorzet. Gaan bij de tweede pol. En dat kan nog net gepareerd worden door de keeper van Langeberg. Voordat de instormende aanvallers van SAH gevaarlijk kunnen worden. Even later dan opnieuw de bal over de zijkant. En dan moet opnieuw de voorzet komen. En dan kunnen twee man van Herten neer bij de bal. En opnieuw een grote kans voor Herten om zeep geholpen. En zo is Herten dus sterker in die openingsfase. Maar wat opvalt is dat Langeberg een fysieke ploeg heeft. En zijn fysiek sterker dan de tegenstanders uit Herten. Dit leek me boetespel, niet voor gevlag. En dus mocht er een kans komen. Maar de keeper van Herten werd een doelpunt te voorkomen. Aan de andere kant dan. Opnieuw de mogelijkheid voor Herten met de voorzet. En de komt opnieuw niet bij een medespeler. En zo gaat Herten ook slordig om met de kansen in die eerste helft. Lange bal van Langeberg dan. Wordt verlengd en wordt teruggekopt. Opnieuw rentje boetespel en dit liep me ook weer rentje boetespel, maar weer niet gevlacht. Althans, niet gefloten. Er wordt doorgevoetbald, ondanks dat de vlag wel omhoog gaat. Scheidsrechter fluit niet en dan is er de treffer. En de scheidsrechter gaat nog even naar de grensrechter toe. En gaat hij het doelpunt van Dani Heesbeen goedkeuren of niet? Hij keurde hem goed. Dus Kump Langeberg op voorsprong in Herten. 0 tegen 1, dankzij het intikkertje van Dani Heesbeen. De keeper van Herten kansloos. En de nummer 2 in de competitie. Een bot voorsprong. Hier op het sportpark van SAH. Een kwartier hebben we gevoetbald als de tegenstanders op voorsprong komen. En dan zien we deze speler in balbezit. Wesley Hoebe. En hij al doet. Gevaarlijke spits van Langeberg. En het scheelt heel weinig. Of er was de tweede treffer al een feit. En een corner dan voor Langeberg. Bal draait weg. En kan dan van Dumby misschien binnengeschoten weer. En dan van de Liengold. SAH met de schrik free. In de slotfase van die eerste helft. Een afstandsshot dan nog. En weer de redding. En SAH staat onder druk in die eerste helft. Komt niet onder de druk uit van Langeberg. En creëert zelf nauwelijks nog kansen. Opnieuw de overname. Bal kwiet op eigen helft. En dan kan het gelijk weer gevaarlijk worden. Langeberg zoekt nu de combinatie. Balbi Wesley, Hoebe gaat de man voorbij en dan binnen. Jawel! De 0 tegen 2. Prachtig doelpunt van de spits van Langeberg. Hij was er al een keer Dunby in die eerste helft en nu scoort er. Mooi de man uitgekapt. En dan snoeihel boven in de touwen gejaagd de bal. En dan staat het op slaag van rust. 0 tegen 2. En dan wordt het voor Herten moeilijk om daarvan terug te komen. Nog altijd niet het rustsignaal. En Herten maar even op zoek naar een aansluitingstreffer. Bal richting de punt van de 16. En dan met een gelukje bij Kasper Metsenmakers terechtgekomen. Metsenmakers dribbelt en probeert de man voorbij te gaan. En het shot is helemaal niet verkeerd. Bal veel langs geschoten. Er was al bijna de aansluitingstreffer. Toch nog vlak voor de rust. Nog altijd niet het eindsignaal. En daar wachten we op. Want dan wordt het rust. Als dit gebeurt. Een overtreding van de keeper. Opzichtig aan het shirtje vastgehaaien en dan kan de scheidsrechter maar één ding doen. En dus de bal op een stip liggen. Nog een keer in de herhaling goed te zien dat het een overtreding is. En dan is er maar één conclusie mogelijk. Bal op een stip en het is nog altijd geen rust. Wordt het dan nog 0-3 voor de rust. Daar komt de doelpuntenmaker Wesley Hoebe. En daar schuift de bal in de andere hoek. Binnen 0 tegen 3. En dan is de wedstrijd natuurlijk beslist. In de tweede helft zouden beide ploegen nog allebei één keer scoren. SAH tegen Langeberg eindigen 1 tegen 4.